De mensen die wel die risico's durven te lopen, die wel uh, het geld hebben, die ja daarmee ga je samen woningen creëren en die ga je niet tegenwerken met nog strengere regels. Die dat stikstofgezeik wat je wat wat er nu uh, is door, door al die regels ga je gewoon een land dicht dichtgooien ja. en zie je dus capabele ondernemers, investeerders die gewoon naar buitenland toe gaan. Dat is echt dodelijk.